Het was een hele matige wedstrijd, ook van Ajax kant. Veel foute passes. Ik denk ook dat ze gewoon op 80-90% hebben gespeeld. Ook wissels natuurlijk. Ja, er ook, ja Christensen. Ja. Maar die moeten ze nooit meer opstellen. Ja. Nee. Dat zei de vorige keer. Nee, hij was toch, ja. Hij heeft nog gescoord ook. Ja, nou, die bal... Ben jij het er niet mee eens? Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Oh. Ik snap niet wat hij daar doet. Meen ik echt serieus. Ja, maar... Wat maakt hem zo slecht? Nou ja, de aannames. Op een gegeven moment leek het wel alsof hij op van die balletschoentjes liep. Weet je? Het was net iedere keer net niet. Hij neemt een bal aan, die moet hij gewoon langs de lijn passen. Die gaat uit. Maar ook naar voren toe. Het was allemaal twijfelend. Ik begreep het niet. Het gaat te snel voor. Ja. Het gaat allemaal te snel. Maar dan nog, weet je. Je staat op de rechtsachterpositie. Dan moet je een bal kunnen aannemen. En speel je. Je traint een heel jaar. Misschien wel 2 jaar lang zit hij er. Ja. Een heel jaar train je al. Ja, maar als jij een jaar meetraint en je merkt elke training dat je net iets minder bent dan de rest, word je niet beter, hoor. Maar jullie zeggen, ze spelen op 80%. En dan zeg jij... Zelfs dat komt. Ja, dat is snel. Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, nee, maar ja, je ziet ook duidelijk dat hij de mindere is van het elftal. Dan denk ik dat hij aan het eind van het seizoen weg is. Nee, maar Willem, jij zei het toch ook toen hij scoorde? Dat was heel onbeholpen. Nee, ook, maar we zagen ook, dat hij. Nee, joh, dat is iedereen hele, op hem dook. Dat is heel rare. Dit is niet echt. Ja. Vroeger als kind schuifde hij die sneeuw van de stoep. Maar je had ook op een gegeven moment. Hij duwt die bal meer. Ja, hij duwt hem. Maar je had ook op een gegeven moment dat die bal uit was. En Ziyech die pakt die bal om in te gooien. En normaliter zou je zeggen van... Kijk, als Masraoui daar had gestaan of Veldman had hij hem gegeven. En nu keek hij echt zo naar links. En hij denkt, nou wacht, waarschijnlijk kan ik dit beter. Dus hij gooide die bal, hij gooide hem snel in. En die jongen die stond echt zo'n beetje lullig langs de kant. En dat was maar wat jullie allemaal met z'n vieren zeggen, dat ziet Ten Hag toch ook? Ziet ja, wel, maar het is waarschijnlijk gewoon. Hij wil Schöne en Veldman. Veldman is net terug van de blessure. Nou, die heeft nu weer een paar wedstrijden gespeeld. Die doet het behoorlijk, hè? Ja? Dus ik denk dat hij wat rust wil geven naar woensdag toe. Schöne misschien hetzelfde verhaal. Dus vandaar dat hij eens wat is gaan schuiven. Afscheidswedstrijd van Christensen, denk ik. Ja, denk ik wel. Jij bent echt... Ja, maar, nee, maar hij is echt heel... Ik ben voor Ajax, maar ik vind hem geen Ajax-speler. Dat mag ik toch gewoon zeggen? Jazeker. Ja, natuurlijk. Ja. Klaar. Ja, zeker. Maar Willem ziet ook niks in. Oké, Christensen is niet de man... Ja, maar ik denk heel weinig. Ja. Die er in hem zien zitten, dus. Nee, maar dat zegt jij doet net of dat je helemaal geen verstand voor voetbal hebt. Als wij dat zeggen, dan doe jij... Hoe kunnen jullie dat nou zeggen? Ik ben meer benieuwd naar jullie bewegen. Ik zie wel dat hij die bal moeilijk aanneemt. En ik zie dat hij wat houterig beweegt. Ik zie dat hij niet een goede coördinatie heeft. Hij is niet explosief. Nou, hij heeft geen topsnelheid. Ja, maar alles duurde gewoon 2 tot 3 seconden te lang. Ja. Maar uiteindelijk maar de simpele je kan ballen ook die zeggen... jij zegt, die aannames en dat soort dingen, als die al verkeerd gaan. Ja, dan houdt het op. Maar je kan ook zeggen, ondanks het feit dat iemand als Christensen dan het rechtsback speelt, was Ajax echt heer en meester. Ja, je kan ook zeggen, ondanks dat Ajax niet goed speelde en zo slordig was, vooral in de tweede en derde fase. Ik bedoel, Ziyech heeft ook niet zijn beste wedstrijd gespeeld. Tadic ook verschrikkelijk. En als je dan nog ziet hoe makkelijk eigenlijk de wedstrijd. Ajax de wedstrijd draait. Willem II had in het begin nog wel een paar mogelijkheden. Hè? Dan zeggen, de eerste 10 minuten kwartier. Ja, die bal voorlangs. Die bal voorlangs dat hij van Isaac. De eerste kwartier hadden ze nog wel wat mogelijkheden. Maar daarna was het ook wel snel gedaan. Als je niks wil missen in de voetbalwereld, download dan de VTBL-app. En blijf van alles op de hoogte.